slechts een liedje brink. O, de herdersheur klink langs de Beekskust door. Limburg, mijn vaderland, daar is waar ik woon. Limburg, mijn vaderland, ja, daar is het schon. Kijk de Maas en auch de Ruhr, ströme Dag en Nacht. Af en toe treien ze ook, dat is hun stille kracht. In je zwemme op en af, schnatterend in koor. Limburg, mijn vaderland, daar is waar ik woon. Limburg, mijn vaderland, ja, daar is het schon. Ik heb een volkstuin met een zonnepin. Een betsa vol je kool waar de luis in zit. Maar dat mag niet hinderen, het binnen het kinderen. Die daar wat spelen en wat stoeien, daar mag geen mens zich mee bemoeien. Het doet me niks dat er de luis in zit. In mijn volkstuin. En dan erin. Ja, kijk, dat past hier wel, denk ik. Peter, zie je wel? Ja, zie je? Ja. 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 Dadelijk heb je geen lucht meer over. Hier heb je nog. Yes, maar ik nog. Thank you.
gewoon niet goed in elkaar zetten, maar het past goed. Hij komt niet uit het apparaat. Ja, wacht nog even. Ja, wie is dat eigenlijk? Ja. Helemaal niks van. Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen zingen wij van harte gefeliciteerd. Met z'n allen, met z'n allen, laat de limonade nu maar knallen. Met z'n allen, met z'n allen, ze zeggen wel eens oud gedaan is jong. Moet je ding een beetje stil houden? Zeg, nou, de vier engelen. Ja, ja, wat dan? Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen zingen wij van harte gefeliciteerd. Met z'n allen, met z'n allen, laat de limonade nu maar knallen. Met z'n allen, met z'n allen. Hallo, ja. Test. Ja, dat moet je. Ja, of de luidspreker, ja. Ja, maar dat. Ja, maar. Degene, die hebben we hier gedaan. Jawel, maar die moet toespreken. Met z'n allen, met z'n allen, met z'n allen zingen wij van harte gefeliciteerd. Met z'n allen. Ik ga niet meer weg.
trouwens dat de drie wethouders zijn bekend. Hè? Ja, Piet Martens. Ja, dat is Piet Martens en Ingrid Vrouw. Kijk. Hebben een grote pinda's. En van zo'n drapje dan. Mag daar buiten zijn ook niet op tafel zetten, denk ik. Nee, ja, ja. Ja, niet buiten. Kom, wat aan handen doen. Ja, en ja. Dat gewassen verdorie. Ja. Ja. We hebben schone handen, hè? Vind ik ook. Kijk. Ik zou die kopjes gaan doorlopen. Ja, dat zie ik. Probeer, hè? Deze. Voor de tafel. Hartstikke mooi. Is dat die aardig? Ja. Standcomplex en wij verzoeken u plaats te nemen aan de tafels, de jubilaris en eventueel andere gasten en de familie kan hier plaats nemen. Nogmaals hartelijk welkom op ons complex en we zijn blij met het reilen en zeilen van de tuinvereniging en dat heeft hij met zeer grote inzet gedaan en kijkt u naar het complex. Vandaar dat wij Theo aanbieden het erelidmaatschap. Wij weten dat de statutaire niet rond is, maar dat is voor de volgende activiteit. Lord and good, Lord.
ik jouw goedkeuring nog niet gehad. Dat wil wat zeggen. Hij heeft op de school ook heel goed werk gedaan. En daar heeft hij dus de gouden speld van. En men was toen eigenlijk iets te laat voor iets anders te organiseren. Meneer en mevrouw Bolters, Ankie en Theo mag ik wel zeggen. Wij hadden gehoord dat er hier toch een leuk feestje was. Dat er een bijzondere iemand jarig was. Ik geloof eigenlijk twee mensen. En dat het iemand was die heel veel voor Mook heeft betekend. En dat is ons natuurlijk ingegeven door al die mensen die hier staan. En al die mensen die hebben een brief aan de koningin geschreven. En de koningin was het volledig eens. Om u hier samen met de kersenverse wethouder Piet Martens, ja, om u een koninklijke onderscheiding op te spelen. U wordt namelijk lid in de orde van Piet. Van Piet. En waarom krijgt u die? Nou, meer dan 20 jaar een bestuursfunctie, begrijp ik, bij de tuinvereniging. De leden zijn onder uw enthousiasme, het ledental is enorm gegroeid. Initiator van heel veel activiteiten, ook heel belangrijk in de contacten naar Pribislav. Verder ook heel veel gedaan voor de school in Mook, voor de basisschool. Leerlingen geholpen, leerlingen enthousiast gemaakt. U heeft hier uren in gestoken, allemaal voor, ja, voor de gemeenschap maken in de orde van Oranje Nassau. En hiervoor hebben wij iets meegebracht en dat gaan we u nu allemaal overhandigen. Oh, sorry. Sorry. Jullie samen met de bloemen. Ja, goed wel. En dan hoort hier ook nog een hele mooie oorkom erbij. Haar Majesteit de Koningin, de grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij haar besluit van 23 februari 2006. Theodorus Wilhelmus Bolters, geboren te Nijmegen, 29 april 1942, benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Ja. Je mag de decoranders nu feliciteren. Ja, dat was toch een goede verrassing, hè? Ja. Wel gewoon doorgaan, hè? Kunt u misschien hier staan? Ja, tussenin. Ja, gewoon even een beetje knus. Ja, hartstikke goed. Hartstikke leuk. Ja, dames en heren, u denkt natuurlijk dat we er zijn, maar dat is nog niet het geval. U hebt er straks al door de burgemeester genoemd te horen dat Theo ook veel contacten met Pribislav heeft. En dat is onder andere de reden dat hij dus naast het erelidmaatschap van onze vereniging ook het erelidmaatschap van de Pribislav tuinvereniging aangeboden krijgt.
u alle goed bekende Ladislav is dus wat e-mailverkeer geweest en die heeft er iets opgestuurd. Het lidmaatschap van de tuinvereniging in Pribislav is eigenlijk alleen voor Tsjechen bedoeld. Dat is dus het beantwoorden van een tiental vragen in Tsjechisch. En dat hoeft nu niet te gebeuren, want er zijn zo weinig mensen die Tsjechisch spreken. Daar zal dus nogmaals de vragen beantwoord moeten worden. Wil het officieel bekrachtigd zijn? Dus we hebben daar een aantal vragen voor gehad. Dan zul je dus alle snaps stellen voor de hele tuinvereniging. Dus ik zou hem maar goed voorbereiden. Want dat is de restrictie om dus te zwaren. Dit was dus het Pribislav erelidmaatschap. Eremitglied van Theo Wolters. En daar krijg je dus een soort legitimatiebewijs bij. Wat je dus, als je dat goed presteert, dus volledig kunt maken door zegeltjes te krijgen. Wat voor zegeltjes te zijn, weet ik niet. Maar dat is dus wel iets waar je dus degelijk op voor moet bereiden, op deze aantal vragen. Nou zijn er in onze vereniging een aantal mensen die redelijk goed Tsjechisch denken te praten. Dus Anki bijvoorbeeld. En hier achter mij. Oh ja, ja. Ja, maar die kunnen we daar niet mee belasten dan. Ja. Maar, dus ik wil dit aan Theo overhandigen. Het is ook weer ingelijst. En ik hoop vanavond dus door een e-mail met foto's te kunnen sturen naar Ladislav. Dat hij dus op de hoogte is dat het goed overgekomen is. Ja. Theo. En ik herinner mij namelijk nog een bezoek bij het 10-jarig verband van Mook en Pribislav. Dat er dus hele leuke en spontane contacten waren. En een voorbeeld is die foto die daar tegen de muur hangt. Dat is de Mokse steen. En daar staat dat gezelschap van 2 jaar geleden staat er dus op. En ook bij de burgemeester daar in Pribislav heeft hij zich geweerd als een goede vertegenwoordiger van Mook, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar hij is een beetje bijgewerkt, wethouder. Ze hebben dus Photoshop erop toegepast dat de letters iets beter naar voren komen. Voorbereiding geweest voor de wethouder. En die heeft dus ook laten weten dat hij hier niet bij kon zijn vanwege dus fysieke omstandigheden. Maar hij laat je wel feliciteren. En daar schijnt zoveel positieve reacties op te komen. Daar belde namelijk zelfs een mevrouw op uit Nijmegen. Die hier vroeger in Mook woonde. De reacties van de afgelopen waren op deze dagen. Dus als ik iemand verdiend heb, is geen wel iets slaat me daarbij. Dit is van de vrouw. Ja, de oude mevrouw Visser, want ik dacht dat is de gegeven. En die was jullie zo erkend. Wij hebben namelijk als vereniging gedacht, we moeten eigenlijk een fotoboek maken van dit gebeuren. Nou, het beroerde is natuurlijk, die foto's zijn er nog niet. En Cor van den Berg is zo goed geweest om namens de vereniging dus foto's te maken, wat hij zeer goed kan. En we zullen dus moeten wachten tot zijn analoge foto's, dus dan weet je wat dat betekent, dat in de loop van volgende week pas rondkomt. En daar zijn dus een stel mensen van de vereniging geweest van, die dus aanbieden het fotoboek eigenlijk. En dat is nog een tweede boek, ook in bewerking, waarin dus op verzoek onder andere van Anki, het feit dat ook Anki erbij staat, is eigenlijk een teken dat dus de man natuurlijk wel belangrijk is als voorzitter. Maar als hij dus geen goede vrouw naast zich heeft, dan is hij nergens. Dus vandaar dat Anki ook op de foto wil staan. Oh. Dat is nog niet gedaan. Maar dankzij de inbreng van Anki, of in dit geval, hebben we jou liever bij gepeld. En die waren er verder niet zo heel veel.
Dus wat wij aanmelden bieden namens de vereniging, je bent een echte computerfreak. Dus vandaar dus dat we dus een label document geven. Daar was nog iets eigenlijk, wat we erbij wilden doen, maar ja, dat was een moeilijke zaak. De bedoeling was een afdruk van de staatskroon te maken, maar het feit dat dus die Koninginnedag een dag naar voren geschoven is, voorbijvarende schepen. Gisteren zijn we al voorbijgevaren, de eerste keer de medentrekker gisteren. Oh ja, is dat? Ja. Nou, gisteren stond hier, dacht ik, maar ik weet niet zeker waar. Ja. De vlag nog niet. Hè. Nee, maar het is de bedoeling dat we dus ook een verenigingsvlag krijgen, die dan hier permanent kan blijven hangen. Want hier elke avond dat de Nederlandse vlag binnenhalen, dat is een beetje moeilijk op de tijd. En ik dacht tot vanmorgen dat ik een punt vla zou gaan eten in het braadhuis. Dit maakt me eigenlijk stil. Ook dat de familie er is en de vijf kleinkinderen en weet ik wat. Ja, geweldig. Ik kan niks anders zeggen dan hartstikke bedankt. En dat ik voorzitter van deze club ben, dat zou ik nooit kunnen zonder de hulp van weet ik wie allemaal. Je hoeft maar te kijken en het gebeurt. Dus ja, ik blijf het al een tijdje. Hartstikke bedankt. Ja, dat is toch makkelijk. Ja, dat is toch makkelijk. Heel, dat is toch makkelijk. Ja, bedankt. Ja, oké.
ding, joh. Hoi, Tilly. Als iemand verdient dat, dan heb jij van. Ja, dat is super. Perplex. Ja, werkelijk. Zie maar. Weet je wel, en ik ben niet handig genoeg om te afkomen. Mooie dingetjes, hè? Kamerhaartjes. Dat ik bot voor nummer vast wil leggen, dat ik hier een dingetje pak. Ja, precies. Maar ja, wat dat betreft zijn ze nog vaak van die mensen van jammer is. Ja. 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 Ja